Tjee, wat een vervallend zootje. Verval in diverse soorten en maten. Kijk, hier ook al. Maar wij kijken naar radioactief verval. En bij radioactief verval komt vrij straling. Röntgenstraling, gammastraling, alfastraling, betastraling, die komen vrij uit de kern van zo'n radioactieve stof. De kern, notatie voor kern, ja, het symbool. En daarvoor twee getallen. Het bovenste getal is het massagetal. En het onderste getal, dat is het atoomnummer. Of het aantal protonen. Of de lading van de kern. Belangrijk is dat je de notatiewijze kent van een aantal bekende deeltjes. We kijken eerst even naar het proton. Nou, proton, het symbool voor proton is niet zo moeilijk. Dat is de kleine letter P. Wat moet nou als getal linksonder staan? Nou, het proton bestaat uit één proton, precies. Dus daar moet een 1 staan. En wat is de massa van één proton? Nou, het bestaat uit één deeltje, dus de massa is ook 1. Kortom, proton schrijven als 1,1p. Goed, we gaan naar het neutron. Nou, neutron, de kleine letter N. Uit hoeveel protonen bestaat een neutron? Nou, ik hoop dat je het snapt. 0. En uit hoeveel deeltjes bestaat één neutron? Precies, 1 deeltje, dus de massa is ook 1. Oftewel, notatie van neutron is 1, 0, n. Dan hebben we nog het elektron. Nou, laten we daar maar eens een kleine letter E voor schrijven. En ja, dat wordt een beetje vervelender natuurlijk, want ja, protonen, neutronen, maar linksonder, het atoomnummer, is in feite ook de lading van het deeltje. Wat is de lading van een elektron? Dat is min 1. Kortom, linksonder moet er min 1 staan. En wat is de lading van een elektron? Nou, hij heeft wel een lading, maar vergeleken met een neutron en een proton is het eigenlijk verwaarloosbaar. Het is gewoon 0. Oftewel, het elektron heeft als notatie 0 min 1 e. En dat is de beta-straling. Oftewel, in plaats van 0 min 1 e, kun je ook schrijven 0 min 1 beta. Beta-straling trouwens, oh, dan hebben we natuurlijk ook nog de alfa-straling. En de alfa-straling, dat bestond uit, weet je nog, heliumkernen. En een heliumkern, kijk, hier heb je weer zo'n heliumkern, bestaat uit 2 protonen en 2 neutronen. Oftewel, de notatie is He. Ja, helium. Linksonder het aantal protonen, dus 2. En linksboven de massa. En je hebt in totaal 4 deeltjes. Dus komt daar een 4 te staan. Alfa-straling dus in plaats van 4,2 He, mag je ook schrijven 4,2 alfa. En dan heb je eigenlijk nog één ander type straling en dat is de gamma-straling. Ja, maar ja, die heeft helemaal geen deeltjes. Hè? Het is straling. Dus is de notatie ook 0, 0 en dan de Griekse letter gamma. Radium is zo'n radioactieve stof. Die kern die voelt zich niet lekker en hij spuugt dan een alfadeeltje uit. Heb je vast ook wel eens een keer, hè, je bent even niet lekker en dan, nou ja goed, hè, dat radiumkern die spuugt dus een deeltje uit, een alfadeeltje. We noemen dat dan ook een alfastraler. 4,2 alfa of natuurlijk 4,2 helium, maar betekent dus dat die radiumkern, die raakt deeltjes kwijt, oftewel het is eigenlijk geen radiumkern meer. Het wordt een nieuwe stof. En wat voor stof is het? Nou, in dit geval wordt het een radonkern. Hoe komen we aan die 222 en 86? Nou, hij spuugt 4 deeltjes uit, dus de massa wordt 4 lager. En van die 4 deeltjes zijn er 2 protonen, dus dit wordt ook 2 lager. Ja, je kunt dit in één vergelijking zetten en dat is deze, de vervalvergelijking. Links van de pijl komt de stof te staan die je in het begin hebt, nou, dat is maar 1 deeltje. En rechts komt de stof te staan, het vervalproduct van wat je krijgt, plus de deeltjes die ontstaan bij het verval. Je moet eventjes kijken naar de bovenste en onderste getallen. Ja, want
daar zit een beetje logica in, want kijk, dat is gewoon, die 226 is gelijk aan wat er rechts staat en daaronder ook. Dus het is in feite gewoon dat je een redelijk eenvoudige optelsom kloppend moet maken. En dit is een alfastraler, maar deze stof, TM, dat staat voor thulium, als die zich niet lekker voelt, dan spuugt hij een elektron uit. Een beta-deeltje. We noemen het ook een beta-straler. Nou, in plaats van B had je ook E mogen schrijven. Maar die thulium, die spuugt een deeltje uit, dus die kern blijft niet helemaal hetzelfde. Ja, ook hier heb je weer een vervalproduct. En wat is het vervalproduct hier? Nou, dat is onze 7070. IB. En IB die staat voor ytterbium. Hoe komen we aan die 170? Nou, een beta-deeltje, elektron, heeft eigen massa. Dus de massa blijft gelijk. En die 70, dat heeft te maken met dat de lading, de totale lading, moet gelijk blijven. Kijk, hij spuugt een elektron uit, dus er komt negatieve lading bij. Maar dat betekent dus, als je de lading gelijk moet houden, dat bij vervalproduct eigenlijk er één positief deeltje bij moet komen, oftewel één proton. En dat is dus dat die 6970 wordt. Het wordt misschien duidelijker als je een vervalvergelijking opschrijft. Want ook hier heb je weer dat je de getallen boven en onder kloppend moet hebben. Oftewel, de bovenste 170 moet gelijk wezen 170 plus 0. En 69 is 70 plus min 1. En ik hoop dat je nu ook snapt waarom je zo goed deze notatie moet kennen en ook van het alfadeeltje. Ja, het is een stuk makkelijker met het maken van vervalvergelijking. En we proberen vervalvergelijking. In dit geval van calcium. Maakt niet uit hoe en wat. Je begint natuurlijk op te schrijven waar je mee begint. Dus dat is hier calcium 4520 en de pijl. Let op, links van de pijl maar één deeltje. Wat moet er rechts van de pijl komen? Nou, dan moet ik dus weten van, goh, is calcium nou een alfastraler of een beta-straler? Je kunt alles uit het hoofd kennen, maar niet zo gezond. Je kunt beter binnens gebruiken. Calcium 20, kijk, atoomnummer 20. En massa is 45, dus van isotoop heb ik die nodig. En dan zie je op deze regel dat het een beta-straler is. Dus wat doe je? Je schrijft rechts van de pijl het deeltje op wat ontstaat. En het is dus belangrijk dat je snel weet van, oh, beta is 0 min 1. Goed, dan de onderste regel. Links heb ik 20, rechts heb ik min 1. Het moet kloppend worden gemaakt, dus moet er komen te staan 21. Want dan krijg je dus dat links en rechts onder in totaal 20 komt te staan. En boven, nou, ik heb 45, ik heb 0, dus moet er nog 45 bij. En dan zie je dus, ja, en dan zie je dus hieronder meteen eigenlijk al staan, ja, atoomnummer 21, dat is dus scandium. En dit is mijn vervalvergelijking. In plaats van 0 min 1, beta, mag je ook het op deze manier beschrijven. Ja, dat is beiden even goed. Sterker nog, zelfs dit minnetje hoef je er op zich niet bij te doen, want hier staat al dat die negatief is. Als je binnen zo nog een bijpakt en je kijkt naar 4720 calcium, dan zie je dat je hier niet alleen beta hebt, maar je hebt ook nog een gamma. Gamma, let op, hè, is geen deeltje straling, maar ja, het is wel een vervalproduct. Dus eigenlijk moet je nog wel eventjes gamma erachter zetten. Je hoeft hier niet 0,0 voor te zetten, mag natuurlijk wel, maar het is niet gebruikelijk. Die 4721 scandium, ja, dat is niet zo mooi, want die staat niet in binas. Bestaat die dan nog wel? Ja hoor. Want kijk, als je eventjes verder zoekt, dan zul je zien dat die scandium, ja, die bestaat uit heel veel verschillende isotopen. En lang niet al die isotopen staan in binas. Binas is maar een beperkt boekje, want dan zou het veel te dik worden. Ja, dus, ja, staat niet in binas, maar wil niet zeggen dat het fout is, want hij bestaat wel.
Die scannen zelf trouwens vervalt ook. Ja? Dat kun je ook in Wikipedia even lezen. Maar ja, die vervalt met een beta-deeltje. Dus je zou eigenlijk deze vervalvergelijking nog moeten aanvullen van god, nu heb ik scandium. En die vervalt zelf ook. Op die manier krijg je dus een complete vervalreeks van het ene vervalt in het ander vervalt in, etcetera, etcetera. En dat kan behoorlijk complex zijn. Bijvoorbeeld deze, ik begin bij thorium, ja, en die vervalt naar radium, dan, nou ik weet niet alles uit het hoofd, hè. Nou, TH die weet ik nou toevallig wel, thorium, dan wordt het weer radium, en daarna wordt het Rn, radon, dan PO, polonium, dan wordt het mooi lood, lood vervalt naar bismuth, en ik heb hier nu een keuze, kan omhoog naar polonium, en dan naar lood, maar ik kan ook deze route nemen. En dat klopt, want als je eventjes binnenbij pakt, met die bismuth, dan zie je dus inderdaad dat bij het verval er twee mogelijkheden zijn, of alfa of beta. Nou, een bepaald deel wordt alfa en een bepaald deel wordt beta. Oftewel, je kunt beide kanten op, en dan zie je hier trouwens ook, kijk hier, verval van alfa of verval van beta. Kijk, hier beta, daar alfa. Maar goed, in beide gevallen komt het naar deze lood 206-82. En als je dat opzoekt, dan zul je zien dat het stabiel is. Hoe kun je zien dat het stabiel is? Nou, kijk weer eventjes naar de isotopen. En lood, ja, atoom nummer 82. Dan zie je dus, ja, dat er in totaal 9 isotopen zijn. Dat is behoorlijk wat. Ja, van die 9 isotopen trouwens, ja, een klein voorbeeldje, van die 9 isotopen, ja, zijn er maar 4 die normaal in de natuur voor kunnen komen. Die andere isotopen, ja, die zijn gewoon producten van een of andere splijting. Je kunt ook inzien dat er 3 isotopen zijn waar geen vervaldeeltje bij zich geven. Dat betekent dat ze stabiel zijn. Ja, die andere deeltjes, ja, bijvoorbeeld deze 212, ja, die heeft wel een vervaldeeltje. En dat betekent dus dat die niet stabiel is. Ja, er is een verval mogelijk. En ja, je kunt zelf ook de vervalvergelijking wel opstellen, want het is een beta-deeltje. Ja, als je het even pauze drukt, zou je het even kunnen oefenen. Ik ga natuurlijk wel gewoon verder. Ja, maar kijk, dit is de vervalvergelijking. Ook eventjes hier even snel. Kijk hieronder. Ik heb hier 82. Beta deeltje min 1. Dus moet hier 83 komen. En 83. Nou kun je hier. Atoomnummer 83 is dus Bi. En links 212. Beta deeltje geen massa. Dus de massa blijft 212. En let op. Als vervalproduct is er ook nog een gamma deeltje bij. Bij dit verval. Ja. Ontstaat er energie. Hij krijgt 0,59, kijk, dat staat hier, 0,59, en hier staat de eenheid mega elektrovolt energie. Hoeveel joule is dat? Nou, 0,59, mega is 10 tot de macht min 6, kijk, mega 10 tot de macht min 6, en 1 elektrovolt, hebben we eerder gehad, is gelijk aan 1,6 keer 10 tot de macht min 19 joules. Dus uit dat invul kom ik op 9,4 keer 10 tot de macht min 14 joules. Niet veel, maar je hebt miljarden atomen. Dus vandaar dat bij radioactief verval toch behoorlijk wat energie vrij kan komen. Trouwens, die energie is in de vorm van kinetische energie. Ja, dat elektron dat uitgestoten wordt, die krijgt een behoorlijke vaart. En dat is de energie van 0,59 mega elektrovolt. Tot slot kijken we nog even naar de bovenste regel, want dat is een apart isotoop. Het is niet stabiel, want in de laatste kolom staat wel iets, geen deeltje, gamma. Gamma is straling, hè? Een straling wat niet uit deeltjes bestaat. Dus als ik het vervalvergelijking opschrijf, dan krijg ik natuurlijk eerst het deeltje wat ik in het begin heb, met een pijl, en daarna het deeltje wat vrijkomt. Nou, het deeltje, het is dus die gamma, maar gamma is 0,0. Betekent dus dat de getallen 204 en 82 niet veranderen. Wat verandert er dan wel? Nou, achter schermen het volgende. Je hebt protonen en neutronen en die zijn
op een bepaalde manier gerangschikt. Denk je in, het zijn magnetische kogels die zo mooi in een rijtje zitten. Maar hoef je maar een beetje tegenaan te tikken en klik, 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 klik. Het gaat op deze manier. Ja, en dit is veel stabieler. En die overgang, dat gaat gepaard met een behoorlijke hoeveelheid energie die vrijkomt. En dat is de energie die uit was gezonden met gammastraling. En dat is het. En wat is dit? Precies, dit is een stralend einde. Bedankt voor het aanhoren en wellicht tot horens.